Oké, we gaan nu iets dieper op ingaan op jullie Soho-presentatie en het gedeelte ook Soho. En dan gaan we eerst starten met ons oranje boekje op stap naar. Je ziet hier eigenlijk een voorbeeld eigenlijk dat jullie hebben, hè. Dit boekje moet volledig ingevuld zijn. Kijk eens even na dat je alles hebt ingevuld. Er zijn er een aantal die het nog iets moeten vervolledigen, maar tegen 26 april zou dit moeten in orde zijn. Zie ook op het voorgedeelte hier eigenlijk dat je uw naam daarop schrijft. Zo kan ik het gemakkelijk, als je in mei gaat afgeven, jullie naam terugvinden. Wat verwacht ik jullie eigenlijk nu van jullie? Nu, jullie gaan sowieso twee zaken moeten maken. Jullie gaan een Word-document moeten maken. En dat is eigenlijk meer informatie om dan nadien je PowerPoint-presentatie te maken. Een Word-document, dat geeft eigenlijk meer diepgang van al je vragen dat je in de volgende PowerPoint gaat moeten oplossen. En de PowerPoint ga je meer zo de rode draad van maken. Soms kan je ook een hulpmiddel gebruiken wat na het secundair onderwijs, het boekje, het oranje boekje, dat je misschien daarin kan helpen. Als je deze PowerPoint maakt of je Word-document, zie vooral dat het geen copy-paste-zaken zijn, dat het duidelijk omschreven is van het beroep en vooral in je eigen woorden. Let ook op de layout en vooral op de schrijffouten. Dan effectief de presentatie, dus de PowerPoint. Je hebt een Word-document gemaakt, hè, en dan ga je een PowerPoint maken. Deze mag maximum 10 slides bevatten, maar ik bedoel met 10 slides, de slides waar we zebiet de vragen gaan zien, dit zijn 10 slides. Heb je nu eentje nog extra ervoor voor een inhoud te maken of nadien voor een mooie afsluiter te doen, dat hoort daar niet in. Dus effectief 10 slides, want je gaat dat moeten presenteren. En maximum 10 minuten, daarom een beetje een richtslide 10. Neemt het lettertype Arial en minimum 18. Zo kunnen we heel duidelijk zien, als we toch in de klas gaan dit moeten doen, dat zou de beste optie zijn, dan kan het iedereen beter bekijken. Maakt van je Word-document de rode draad dus van je PowerPoint. Dus een PowerPoint is niet de bedoeling om alle informatie dat je in je Word-document hebt gemaakt, om die daar allemaal in op te zetten. Nu. De presentatie. Dus hier zijn de 10 slides, hè? Dus dat zijn de vragen en hier zijn de 10 slides. Je gaat twee beroepen zoeken die jij denkt dat is wat ik graag zou willen worden. Dan heb je die twee beroepen. Welke beroepsaspecten heb je hiervoor nodig? Dus je zoekt ze op. Dan. Dat beroepsaspect leunt dat ook aan bij onze studierichting, dus onze studierichting Gezondheid en Welzijnwetenschappen. Dan die twee beroepen dat je echt hebt gevonden, dat je graag zou studeren. Waar kan ik die opleiding volgen? In welke school? Is er eigenlijk nog een vervolgopleiding? Wat soms ook interessant is, is van hoeveel ga je verdienen? Dus je eerste netto loon. Nu, je eerste netto loon kan je echt berekenen als er alleen op staat bruto loon. Kan je door een berekenmodule brut naar netto omrekenen. Dus het moet een netto loon zijn. Dan, je hebt het diploma behaald. Waar kan ik met dit diploma werken? En wat ik vooral benieuwd ben, wat is nu je besluit? Wat ga je nu studeren? Waar ga je dat studeren? In welke school? Aandachtspunten nogmaals. Bij het opmaken van je Word-document en bij je PowerPoint is je taal. Je PowerPoint blijft nog altijd de rode draad van je Word-document. Dus mannen, ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Het is niet de bedoeling dat je dezelfde informatie van je Word-document op je PowerPoint zet. Nee, je PowerPoint is de rode draad hierin.
Dan moet je deze twee zaken opladen bij het vak verzorging. Dus zowel je PowerPoint als je Word-document tegen 26 april. Het document SOHO op het algemeen, dus waar je dus je infodagen, je open lesdagen, je sit-in en zo hebt moeten doen, dat is nog een ander onderdeel bij het vak verzorging. Nu, je zult hier zien staan dat ik 26 april heb genoteerd en dat is gewoon de bedoeling eigenlijk. Zaterdag 25 zijn er nog heel wat infodagen van hogescholen. Ik heb een document bij je Smart School opgeladen. Bekijk het eens en daarom heb ik deze wat uitgesteld meer naar zondag. Dat je misschien nog een open lesdag of een open infodag kan volgen en dat je extra informaties daar nog kan bij toevoegen. En daarom is deze datum een beetje naar zondag geplaatst eigenlijk. Voilà, dit is het. Veel succes zou ik zeggen. Dag.